Ja, mijn naam is Matthijs van Tel. Ik ben 33 jaar en ik zit nu al zo'n 10 jaar namens de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Katwijk. En naast mijn raadslidmaatschap werk ik bij ProDemos in Den Haag. Wat doet een raadslid eigenlijk? Ja, goede vraag. Nou ja, wat wij doen is, net als de Tweede Kamer in Den Haag, is dat je controleert eigenlijk wat er gebeurt in de gemeente. Je kan daar lokale wetten voor maken. Je bekijkt wat het college, de ministers, maar dan lokaal doen. En je vertegenwoordigt het volk, zoals dat zo mooi heet. Dus je bent er echt voor de inwoners van je gemeente. Verdient het een beetje? Het ligt aan hoe groot de gemeente is. Dus wij hebben een gemeente van 65.000 inwoners. En dan krijg je ongeveer 1600 euro bruto. Dus daar moet wel nog belasting vanaf per maand. Ik vind voor een gemeente als Katwijk verdient het goed. Ik vind vaak dat je in een kleine gemeente echt wel heel weinig krijgt. En in een grote gemeente misschien ook weer net wat te weinig. Maar wij zitten daar precies tussenin. Dus ik zou zeggen, voor ons is het wel prima. En hoeveel uur ben je er ongeveer aan kwijt per week? Verschilt heel erg. Maar het is zeker in de wat drukkere periodes 20, 25 uur in de week. Heb je wel eens een ruzie tijdens een raadsvergadering? Nou, ruzie wil ik niet zeggen. Soms is het toch ook wel gewoon een beetje, hoort het er een beetje bij. Kijk, ik ben altijd een beetje, lig ik een beetje in de clinch met de VVD. Want dat vind ik gewoon soms een beetje, ik noem het dan vooral in Katwijk, een beetje gure rechtse wind die ze willen laten waaien. Ja, daar hou ik niet zo van. Maar ja, het kan er wel eens heet aan toe gaan in zo'n raadsvergadering. Hoe ga je mee om als je je zin niet krijgt? Nou, dan blijf ik doorgaan. En wanneer houdt het op? Nou, dat houdt niet zo snel op. Maar het is het is niet dat ik mijn zin wil krijgen. Maar ja, omdat ik het belangrijk vind om voor dingen op te komen. Bijvoorbeeld, ik heb laatst bespraken wij het armoedebeleid in de gemeente. En ik vond dat echt niet ver genoeg gaan. Ja, dus dan ga ik een beetje door. En dan ga ik ook als een beetje zitten drukken erop. Om te zorgen dat er wel meer gaat gebeuren. En ja, soms lukt dat, soms niet. Maar dan, ik ben niet zo snel dat ik zeg van, oh, dan gaan we maar weer zitten en dan hou ik hem weer op. Nee, dan, je zit er dus niet voor jezelf. Dus dan moet je doorgaan. Kan je een beetje omgaan met kritiek? Ik denk het wel. Mensen hebben ook soms gewoon een punt, ook in een debat. Dus als dan een andere raadslid of andere mensen iets tegen je zeggen, dan denk je ook van, ja, oké, hier heb je eigenlijk wel gelijk in. Wat heb jij gedaan binnen de raad waar jij trots op bent? Je moet soms geld bezuinigen, dus minder uitgeven als gemeente. Maar vorige keer lag daar een heel pakket voor. En heel veel maatregelen die ook echt mensen die gewoon veel minder geld hebben keihard zouden raken. En ik ben toen zelf zo ver gegaan door met een aantal ambtenaren om tafel te gaan. Want ik wilde bijvoorbeeld minder geld uitgeven aan het wegenonderhoud. Ik dacht dat daar geld te vinden was. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Maar toen ben ik echt in de Excel-sheet gedoken om te kijken van, waar kunnen we dat geld vandaan halen? En toen is het gelukt. Dus het is één kijken van, waarom vinden andere mensen iets? Oké, maar jullie vinden het wel zolang er maar geld is. Prima. En dan kijken waar het geld te vinden is en het toch veranderen. En dat is toen wel gelukt. Laat een foto zien waarin jij aan het werk bent als raadslid. Dat is deze. Dit is een foto waarop we aan het aanbellen zijn bij mensen langs de deuren. En wat ik hier leuker vind is dat je dan eigenlijk mensen gewoon hoort wat ze vinden van dingen. En heel rauw en heel puur, want je belt gewoon aan en je zegt van, hey, mag ik even met u praten van wat u goed vindt gaan in uw buurt en in uw wijk? En sommigen zeggen van, nou, vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. En dan zeg je, oké, maar zijn er dan geen dingen die spelen? En vaak bij de mensen die zeggen, vind ik niet belangrijk, dan gaat er nou die deur vol open en dan sta je een half uur te praten. Wat zou je willen zeggen tegen alle jongeren die twijfelen om te gaan stemmen? Nou, ga gewoon stemmen, want het is gewoon super belangrijk. In de gemeenteraad worden gewoon dingen besloten die voor iedereen belangrijk zijn. Hè? Of er gewoon betaalbare huizen worden gebouwd, goedkope normale huizen, of het ook een beetje groen is in je gemeente. Nou ja, dus als je dat belangrijk vindt, zou ik zeggen stem op partijen die dat willen. En ook bijvoorbeeld of je dingen mag doen in de gemeente. Of er festivals georganiseerd kunnen worden, evenementen. Daar gaat de gemeenteraad ook over. Verdiep je daarin. Kijk wat je ervan vindt. Doe een stemwijzer, doe andere dingen. En ga stemmen, want het is heel belangrijk. Om een lange vergadering door te komen, drink ik liever een kop koffie of een glas whisky.
Ik drink niet zo vaak whisky, dus dan is het een kop koffie en dat doe ik ook het meeste tijdens een vergadering. Maar daarna een biertje. Je hele leven in de raad of doorgroeien tot minister? Ah, beide niet. Het salaris van de raadsleden gaat omhoog of er gaat meer subsidie naar de wijkverenigingen? Ik vind in Katwijk het salaris van raadsleden prima, dus dan ga ik voor subsidie naar de wijkverenigingen. Idealen of resultaat? Resultaat. En driedelig pak of een geitenwolle trui? Oh nee, in wol, daar krijg ik ontzettend jeuk van. Dat trek ik niet.